Op het dak van Elisabeth staan 3 schotels, maar die zie je niet omdat het dak verzonken ligt in het gebouw. Via het verdeelstation kan elke bewoner zelf kiezen naar welke zender men kijkt. Elisabeth is een van de eerste verzorgingshuizen in Brabant waar men tv kijkt via de schotel. Het heeft 2 aspecten. Enerzijds, via de schotel kunnen we de mensen natuurlijk een wereldwijd aanbod van zenders geven. Het tweede aspect is ook kostaspect. U zei wereldwijd aanbod van televisiezenders, maar bijvoorbeeld niet de regionale tv-zender Brabant 10, waar we nu op zijn. En ook Stads TV Breda is niet te ontvangen. Ja, jij legt daar inderdaad, begrijp ik ook terecht dat jullie dat zeggen, een kritisch punt erbij. We zijn wel aan het kijken, en dat zijn de technici, daar heb ik zelf niet echt verstand aan het kijken, dat wij ook jullie uitzendingen straks weer kunnen doorgeven via ons systeem. U noemt ook het kostenaspect. Dat lijkt me belangrijk omdat kabelmaatschappij Ziggo een fors bedrag per aansluiting rekent en je met een schotel natuurlijk maar eenmalige kosten hebt. Het is natuurlijk even een dure investering in één keer. Maar als we die kunnen afschrijven, dan kunnen we uiteindelijk goedkoper de kosten doorberekenen aan de cliënt. Want dat moeten we, dan dat we het via de gebruikelijke, op dit moment, kabelmaatschappijen moeten doen. Ik weet niet wat er verder in de wereld gebeurt. Ik hoor ook dat daar nu concurrentie tussen gaat komen. Maar op dit moment hebben wij uitgerekend dat het goedkoper gaat worden. Het geldt nu alleen nog voor de locatie Elisabeth. Onder de stichting Elisabeth vallen veel meer verzorgingshuizen in de regio Breda. Gaan die ook over op de schotel uiteindelijk? We gaan dat eerst even zorgen dat het hier aan de Leuvenerstraat allemaal goed draait. Dus even goed ervaren. Het is net een beekje pas. Maar we hebben wel de intentie dat ook voor de anderen mogelijk te maken. De ontvangst via de schotel is volgens mij een klein beetje vervroegd. Omdat de kabel van Ziggo doorgesneden werd tijdens de sloop van de oudbouw van Elisabeth. Je bent goed geïnformeerd. Dat klopt. Op het moment dat het bedrijf wat schotels aan het installeren was, diezelfde dag gingen de slopers iets te ver met hun werk en was inderdaad de Ziggo-kabel doorgesneden. Daardoor hebben de bewoners helaas ruim een dag zonder de gebruikelijke zenders gezeten. Nu we het dan toch over de sloop hebben, hoe gaat het daarmee? Ja, de sloop die is een paar weken geleden begonnen. Zal rond begin oktober gereed zijn. Brengt natuurlijk helaas altijd voor de buurtbewoners weer wat overlast teweeg. Stof, vuil, herrie. Het is nu augustus 2010. Als wij augustus 2012 opnieuw hier naar links kijken, dan hoop ik dat alles gereed is. Dat is de planning.